In de vroege ochtend vandaag heeft er een felle brand gewoed in de binnenstad van Paramaribo, namelijk de Herenstraat. Het was zo rond 3:30 toen de brandweer en de politie de melding binnenkregen. Sunweb TV was ter plaatse, we zijn meerdere keren live gegaan en we hebben met verschillende mensen hier gesproken. We hebben een korte collage gemaakt van alle interviews die we hebben gedaan en het moment van het gebeuren hier. Volgt u mee. Meneer, u bent de security guard hier in de omgeving? Jawel. Waar precies? Circulaan. Oké. Ongeveer de NSI. Kunt u ons vertellen wat er hier precies is gebeurd? Hier is precies gebeurd vanochtend tegen 3:00 zo. Dan kan ik het hier constateren dat ik een klein vlammetje in brasa had. Daarvoor een vlam begonnen. Daar zag je een klein vlammetje en roep. Ze zijn weg uit gaan naar buiten. Nu hebben we gelijk in je pijp gewerkt. Wat een beetje om. Maar die in je pijp direct brand weer ingeschakeld. En daarna zijn ze te redden hier gekomen. Weer de straat. En dat gebouw geblussen. Maar helaas is de wind ook een beetje mee komen. Bemoeien kan je zeggen. Dat die gebouw helemaal neer is gestort. En hier waar het kampus hier was beperkt. En nu organiseren hier de straat van festival hier wat extra. Dat en is onschuldig ook mee in de vlammen gegaan. Ja. Ja. Het vuur heeft snel om zich heen gegrepen? Ja, het heeft behoorlijk snel om zich heen gegrepen. Waren de politie en de brandweer er snel bij? De politie en de brandweer, en, de politie niet zo erg, maar de brandweer was er snel. Want dan moet er nog wat, denk ik, papieren daar binnen gemaakt worden. Oproepingen bij brandweer, die eerst aan brand daar. Ja, u heeft geen vermoeden hoe het kasseien ontstaan. U zag een vlammetje. Ja, ik zag een vlammetje, maar daarna zag ik vlugvogende van jonkies richting Klipsiestraat, maar je kon niet zien wie. En dat zou mogelijk te maken, want die jonkies was een beetje aan de afstand. Dus je kan niet zien wie het heeft gedaan. Dus, ze renden weg. Ja. Dus het kan zijn dat je brandstichting vermoedt, of afsluiting, of etcetera, maar dat zal de onderzoek wezen van de politie en de brandweer ter een proeftijdig gaan. Ja. En het is weer een vervelende historisch moment waar twee banden onschuldig weg zijn. Hiernaast heb je Asheroep, taartarts en Afrika-chocola. Die kunnen nauwelijks even nog wat kijken wat ze kunnen doen vandaag, of betekenen vandaag. Ja, ja. Je bent geschrokken. Ik ben geschrokken, maar emotioneel, want vooral hoe het stil was hier in de ochtend. Want je weet als het in de ochtend gebeurt bij anders dan wat is middag gebeurd. Je gaat denken aan wat andere dingen zijn. Ja. 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 Goed. Maar een van die keer zag ik wel mensen opruimen en zo. Wat dat was. Een van die dagen hebt u mensen zien opruimen? Jawel, jawel. Spullen uit het pantsie halen? Jawel, ja. Maar ik weet niet wat het was. Met misschien haar bescherming. Kan zijn. Ja. Bescherming? Tegen wat? Tegen die spullen dat ze wat gaan misschien maken. Of weet ik veel. Ja. Meneer McIntosh, ja. U was een van de eigenaren? Ja, het is een boedel en ik ben een van de eigenaren. Van welk gebouw precies? Nummer 40, die grote beton. De grote beton. Hoe laat kreeg u het bericht? Het is 4:15 uur, 4:15 uur.
Ja, wat gebeurde er in het gebouw precies? Sorry? Wat gebeurde daar in het gebouw precies? Het is een boedel in het gebouw werd niet actief gebruikt. Omdat dat eerst opgelost moet worden. Dus er waren geen echte activiteiten op dat moment. Was het verzekerd? Nee, omdat het geen stroom heeft en geen water, accepteert de verzekeringsmaatschappij het niet om te verzekeren. Dan heeft u heel veel verlies geleden. Ja, dat klopt. Ja. Had u ook een donkershuis nodig? Nou, nee, de buurt heeft ermee te maken. Als u, want er staan nog meer buurten hier. Als u ze gaat interviewen, gaat u bij allemaal horen. Dat we een zwerver / junkie overlast. Ja, achter elkaar. Je ziet, we hebben daar ook beneden helemaal dicht getimmerd met zinkplaten om te voorkomen dat ze erin gaan. De buren hier, we stonden net te praten, hebben ook verschrikkelijk veel last van junkies. En zelfs de brandweer klaagt erover, omdat toenemende onveiligheid in de binnenstad. Dus het is eigenlijk een groot maatschappelijk en sociaal probleem aan het worden, door junkies die we hebben, want de brandweercommandant legt uit dat ze daar ook koper smelten, en ze koper hebben gestolen, koper smelten, ze roken, ze koken, en dat is een bepaald gedrag. Ja. Wat zou je in dat kader zeg maar aan de beleidsmakers willen zeggen? Uiteindelijk, als hij daar naar moet, en er moet ook voor de brandweer meer beschikbaar komen, want ik heb met ze staan praten, het blijkt dat ook ze een krap zitten in hun materieel. Dus het is mij vandaag ook duidelijk geworden dat wij een serieus onderschat probleem hebben in Suriname met betrekking tot de veiligheid en brandveiligheid. Dat is echt een heel evident geworden vandaag. Ja, wat me ook heel erg opvalt, is dat de gebouwen hier wel heel erg dicht op elkaar zijn. Volgens mij zie ik zie nieuwe gebouwen verrijzen met nauwelijks een meter afstand. Ja. Maar we kennen onze geschiedenis toch, we weten dat de halve stad wel eens wil afbranden omdat die gebouwen zo dicht op elkaar staan. Het is historisch zo gegroeid. Ja, de brandweerproblemen hadden we begrepen juist van het feit dat de gebouwen waren dicht getimmerd, die dus moeilijk toegang konden krijgen. Dat is toch natuurlijk een toestand die niet zo gelukkig. Ja, helemaal waar. Dus, we hebben echt een groot probleem wat dit betreft, wat brandveiligheid betreft in Suriname. Junkies, gebrekkige equipment, noem maar op. Zij zullen het beter kunnen verwoorden dan ik. Ja. Wat gaan jullie nu doen? Want u zegt niet verzekerd, dus als u een geschatte... Ik weet niet, een paar tientallen duizenden dollars. We zouden echt eerst de inventarisatie moeten maken wat exact de voorraad was die daar aanwezig was. Maar het is aanzienlijk en het is heel vervelend voor de continuïteit van ons bedrijf. Heb je er andere plannen mee? Voldoende plannen, maar zoals hij zei, het is een boedel en zolang dat niet opgelost is. Want ook dat is een maatschappelijk probleem, boedel. Want als je rond gaat kijken welke panden staan leeg en vervallen, in een heleboel gevallen, zijn dat boedelzaken. Ja. Maar waren er ook spullen in het gebouw? Ja, wat was er zoal erin? Voorraad van ons om te produceren. Dus dat betekent dat de continuïteit van ons bedrijf nu ook onder druk komt te staan. Maar dat is een soort van magazijn. Magazijn dus? Ja, magazijn is groot woord, want het is een kantoorgebouw, maar we hadden wat ruimte gemaakt en we hebben hier wat zaken opgeslagen. Nou, het is jammer natuurlijk, laten we dat zo aangeven. Al die ravage hier. Ik heb net de rapportage ontvangen van de commandant ter plaatse hier. Zij heeft ook aangegeven dat de brand onder controle is. Geweldig nieuws natuurlijk. Maar dit zijn, hij zei me ook dan dat dit eigenlijk niet van de onderwerpen zou zijn die we vandaag zouden bespreken. Namelijk die vele verlaten panden in de binnenstad. U weet dit. Eigenlijk is een oudere gedeelte gebouwd van de binnenstad. En er zijn heel veel verlaten panden. Er is ook heel veel overlast van junkies. Waarschijnlijk in die richting gaan we hier de potbak moeten zoeken. Want ik heb deze jaren terug hier in de buurt gewerkt. En ik weet dat er heel veel verlaten panden hier zijn. En dat ook junkies zich hier vaker ophouden. Maar ik ben blij dat de brand dus nu onder controle is. En ook een heleboel hinder voor het verkeer natuurlijk. Maar ik ben blij dat de brand onder controle is. Maar ik hoorde, ik hoorde u in gesprek. Ik heb, hij was eardropping. Mm-hmm. En ik hoorde als uitspraak die de brandweerman maakte. Hij zei, ondanks de gebrekkige middelen. Ja, inderdaad, gebrekken. Maar
ik mag wel goed nieuws vermelden. En dat is dat we dus voor de brandweer hebben we 4+ voertuigen kunnen aanschaffen. U weet, een hele tijd was er sprake daarvan. We hebben een beetje tussen de vernieuwen. Maar we hebben dus 4 brandplus voertuigen kunnen aanschaffen. Ik denk dat ze in september in Suriname zullen zijn. Eind augustus vertrekt er een delegatie om die wagens te inspecteren. Mag ik dan direct vragen hoe het met de politie zit? Want ook de politie kan met het probleem horen. Saline auto's en dat soort dingen. Ja, eigenlijk niet alleen de politie, maar ook KPA. Afgelopen week is er vergaderd met de bond. Er waren zaken die we moesten aanschaffen geweest. Volgens mij twee maanden terug zo waren ze in staking. We hebben dat niet kon zien waarbij de rechter gebracht toen we landen. Maar we hebben dus afspraken gemaakt weer met de bond. Dus de inbetaling, dat gaat gebeuren. Dat is ten aanzien van PSU. Maar zeker andere zaken die pakken. Ja. Oké, sorry. Je hebt andere zaken die aangeschaft moesten worden. Bijvoorbeeld voor alle gevangenissen. Dat is niet zelfs. Ik zie rood aan die boom. Voor alle... Laten we een beetje veiliger gaan staan, want dingen vallen naar beneden hier. Ja, dus er moeten aanschaffingen worden gedaan. Ja. Voor al die inrichtingen. Dus bussen om arrestanten te transporteren. Maar ook bussen voor transport van de medewerkers. Dus in totaal zouden we eigenlijk 6 bussen moeten aanschaffen voor KPA. We werken eraan. Ik denk dat we voor de komende 2 weken 2 bussen gaan huren. En daarna gaan we gewoon die 6 moeten kopen. Voor de politie loopt er nu ook een aanbestedingsproces. Ik moet bijvoorbeeld bedanken de bankiervereniging. Zij hebben ons een deal aangeboden eigenlijk een samenwerking waarbij ze aangaf van koop jij 5, ik koop ook 5. Dus dan zijn het 10 voertuigen die we kunnen, waarover de politie straks kan beschikken. Verder is er ook ruimte gemaakt bij financiën om zeker 20 voertuigen, meestal bussen aan te schaffen, bussen, waarschijnlijk 5 bussen. En andere zaken die nodig zijn om de dienstverlening echt vlot te trekken. Minister, worden we wederom met de neus op de feiten gedrukt dat we nu iets moeten gaan doen aan het maatschappelijk probleem van zeg maar die dak- en thuislozen, die junks die rondlopen? Ja, dat is inderdaad zo. Kijk, het is niet alleen een issue van justitie, maar de medewerking moet komen. Eigenlijk in samenwerking met sociale zaken. Want de mensen hebben los van bijvoorbeeld dat ze niet huisvesting hebben. Maar ook sociale voorzieningen moeten in orde worden gebracht. Denk ook aan voeding kosten. Dus het is een gezamenlijke aanpak die we moeten uitvoeren. Sociale zaken, volksgezondheid en justitie. Neemt u ook mee dat deel van al die panden die er zo leeg bij staan, zo vervallen bij staan, die ook een gevaar betekenen, zoals bijvoorbeeld nu? Dus dat heeft de commandant daarnet aangegeven, dat ze bij RK zouden komen, waarschijnlijk zal het vandaag niet doorgaan, maar dat ze wel bij RK zullen komen, dus de brandweer, de DC, en al die andere actoren die een bijdrage hier aan zouden kunnen leveren, dat ze samen bij elkaar zullen komen. Ja. Zijn er verder nog andere plannen voor wat betreft financiële middelen voor de korpsbrandweer, korpspolitie Suriname? Kijk, we moeten naar verdienmogelijkheden gaan kijken voor de korpsen. Oké, bij de politie heb je al bestaande zaken, weet je, rijbewijs, dienstverleningsmodaliteiten die er zijn. Die toch wel wat geld in het plaatje kunnen brengen. De politie zal je natuurlijk nooit zelf voorzienend kunnen maken. Maar bepaalde afdelingen, weet je, die exploitatiekosten. We denken bijvoorbeeld, er zijn ook al voorstellen gedaan om de heel lage bedragen die worden betaald, weet je, voor verschillende diensten. Die eigenlijk bijna gratis, als het ware, weet je, die
helemaal niet kostendekkend zijn. Dat we die tarieven gaan aanpassen, heel veel van ze zijn achterhaald. Niet alleen voor justitie en politie, maar ook die andere ministeries. Het is eigenlijk overheidsbreed dat voorstellen gedaan zullen worden om wat in ieder geval kostendekkend te kunnen zaken te kunnen regelen. Ja. Minister, de criminaliteit die schijnt nogal zorgen te baren. Zijn er voldoende mogelijkheden om zeg maar vooral de verhuwing in te dammen? Nu niet. Dus als we nu praten bijvoorbeeld. Maar we weten dat er zeker bij 70 politiebureaus de voertuigen zijn uitgevallen. Dus ik sprak ook daar net daarover. Maar de criminaliteit, ja, het is natuurlijk mij, het houdt me elke dag bezig. Trouwens, het is een van de delen van het ministerie, de taken van het ministerie. Dus het houdt me inderdaad bezig. Maar we zitten niet stil. Internationale samenwerking die loopt goed. Ook uit die richting proberen we middelen binnen te krijgen. Los van de nationale begroting, die rente die er op de begroting zijn. Maar het ziet er goed uit, zoals de president zegt, dat we misschien met de goedkeuring van het IMF-traject, dat we toch misschien weer meer wat middelen vrij kunnen krijgen om logistieke zaken voor de politie aan te schaffen, maar ook voor die andere diensten, BBS bijvoorbeeld, zij ondersteunen ook heel goed. Maar dat we het ministerie kunnen voorzien van die middelen die nodig zijn om de dienstverlening optimaal te kunnen vullen. We moeten ook denken bijvoorbeeld aan bijbouwen van politiebureaus. Bijvoorbeeld, we denken bijvoorbeeld aan de richting van Pikisaron, Stoelmans Eiland, Galibi. Zijn locaties waar de politie aanwezig moet zijn. Aan de ene kant ben ik bezig dat we meer manschappen, politiemedewerkers krijgen. Nu is er een lichting gaande ook, direct naar deze. Ook weer één. Dus als we op die manier tenminste tot 2025 zo misschien een 800 extra politieambtenaren voor het korps kunnen opleiden, dan is het toch wel goed. Omdat eigenlijk elke hoofd van Suriname moet onder controle zijn van de centrale overheid. Ja, zijn er al vergaande plannen met betrekking tot dat van het hoofdbureau van politie? Ja, er is laatst nog een consultantbedrijf aangetrokken om de werkzaamheden weer op rails te krijgen. Financiën heeft ook wat middelen al vrijgemaakt. Dus er is goede hoop dat we zeker voordat de verkiezing aanbreekt, dat het politiebureau opgeleverd kan worden. Minister, eenmaal we u hier hebben, dan gaan we daarmee beëindigen. Want is er een beleid met betrekking tot het rondlopen van zeg maar gevaarlijke dieren? We zagen onlangs video's gisteren van pitbulls die gewoon vrij rondliepen en misschien ook een gevaar kunnen gaan betekenen voor de gemeenschap. Is er een concreet beleid wat dat betreft? Weet u dat? Concreet beleid? Ja. Niet. Toch? Omdat meestal, ik ga niet zeggen dat we soms slapen voor bepaalde issues, maar zijn in alledaagse dingen. Maar die bescherming, weet je, die alertheid van de politie moet er zeker zijn. Maar het issue van loslopende dieren, bijvoorbeeld vee, weet je, we weten hoe gevaarlijk dat is, vooral voor verkeersdeelnemers. Maar er zijn instanties die zich bezighouden daarmee. Dus ik denk dat we ze moeten benaderen en dat we samen met hun weet je, bepaalde plannen kunnen maken. Ik weet bijvoorbeeld dat van tijd tot tijd een soort streepstatieproject wordt uitgevoerd. Dus we moeten deze mensen gaan inbeachen, zodat ze ook een bijdrage kunnen leveren daar waar wij die expertise niet hebben. Dat zij dat inbrengen en dat we gezamenlijk effectieve maatregelen kunnen treffen. Ik ben beheerder van die twee panden, heb ik begrepen. Hoe laat kreeg je de melding? 10:45. Ja. Wat gaat er door je heen? Ja, beroerte.
is hoofdbedrijf. En wat ja, ja, je verwacht het niet. Je weet dat het kan, maar je verwacht het niet. Weet je of de panden verzekerd waren? Ja. Ze waren wel verzekerd. Hebt u van mensen in de buurt gehoord wat er... Ik heb begrepen van een van de beheerders dat er iemand was in de ochtend met een flashlight. En ik dacht na een kwartier zag hij uit een van die ramen brand. Ja. Hij heeft toen de brandweer gebeld gegeven, of de politie gebeld. En ze zijn vooral gewoon. Ik heb ook gehoord dat de brandweer waarschijnlijk een beetje te laat was. Ik weet niet, ik was er niet bij, maar hij zei ze waren laat. Want toen ik naar hier kwam, om iets over 5 uur, was alles aan plat. Ja. Dus, Oké, maar wat gebeurde er in die panden? Hoe werden ze gebruikt? 42 en 44 beneden waren gehuurd door de werklot. En boven was woonhuis. En met alles erop en eraan. Ja, maar woonde... De panden hadden alles erin. Maar woonde er iemand daarboven? Nee. Af en toe gingen we van staan. Maar dagelijks waren we hier, dus... we werden draaiende gehouden en goed ook. Ja. We hebben eerder ook met een van de eigenaren van het andere pand gesproken. En hij zegt dat het dakloze probleem toch wel een probleem is. Dat is waar. Ik heb vaak genoeg last gehad van, ze hebben heel vaak gestolen hier, heel vaak zelfs. Of junkies op het erf, of ze waren daarachter bezig met het branden van koper. Alleen maar om dus aan geld te komen voor een stil. Dus ik denk dat, kunnen de mannen zijn. Maar als het iemand met een flatnet is geweest daar, dan... Ik weet niet of het een junkie is. Ja. Ik weet het niet. Ik ben bang voor, maar ja. We zullen kijken wat de mannen zeggen die gaan onderzoeken. Maar het is jammer. Het is jammer. Ja. Wat gaat er door u heen als u nu kijkt ernaar? Hoogst verdriet. Je verwacht het niet. Het is pijnlijk. Het is pijnlijk. Deze dames, vooral deze dame hier, zij was er ook altijd bij. Het is niet makkelijk geweest. Ik heb gebeld met de mensen in Holland en het is gewoon een shock voor ze. Omdat ja, want er waren planningen. Ze komen elk jaar naar hier, dus je verwacht dat hier. Ja. Alhoewel je weet dat het er kan zijn, dat er een brand kan zijn altijd, wil je dat niet hebben. Ja. Bij jezelf. Maar het gebeurt en daar hou ik rekening mee. Mevrouw Draaibaar, ik hoorde net dat de backlot in van die gebouwen huurde. Beide panden. 42 en 44. Dus jullie voorraad is verloren gegaan, zeg maar? Nou, we hadden spullen staan, maar materiële dingen. Dus boven van 44 woonden vaak de eigenaren van het pand. Ja. Die kwamen een aantal maanden per jaar naar Suriname. Maar gelukkig waren ze er nu niet. Dus ik ben heel blij, want het waren mensen die niet heel makkelijk kunnen moven. Mm. Dus alles is materieels te vervangen, zeg ik altijd. Het gaat lang duren, doet pijn. Ik vind het erger dat het gewoon de binnenstad is. Dat het een historisch pand is, dat gewoon in vlammen is opgegaan. Dat vind ik erg. Hier begon het Herenstraat Festival, toch? Ja, het kantoor van Herenstraat Festival was in pand 44. En dat was de basis waar mensen zich ook aanmelden. Maar van 42 was een historisch pand, al van 18 zoveel. Hmm. En je weet de backlog, we zijn allemaal bezig om proberen die binnenstad weer een beetje leven in te blazen. Om ervoor te zorgen dat het weer een functie krijgt. En je ziet wat er nu vanavond is gebeurd, is juist omdat wij allemaal naar huis gaan om 4 uur, 5 uur 's middags en de stad overlaten aan dak- en thuislozen. We hebben ongelooflijk veel last van de dak- en thuislozen. Ze slapen op de stoepen, ze koken, ze doen alles wat ze willen daar zo. En ik begrijp dat het ook in pand 42 het geval was, dat er ook weer zwervers waren die op de bovenste etage sliepen misschien. Een maatschappelijk probleem dus? Het is een groot probleem. Het is een probleem voor ons allemaal. Maar vooral een probleem, omdat als we dat probleem niet oplossen, staat volgende keer een ander pand in brand. Ja. Dat is het punt gewoon.
En ik heb begrepen dat er vanmorgen, dat tenminste dat hebben we begrepen van de security hier van Zelfjuijs, er mogelijk een zwemmer niet gedaan renden. Of hij er iets mee te maken heeft, weten we niet, maar dan zeg, dat kan ook wel geschrikt zijn. Er was een lichte explosie begrepen. Ja, maar ik was er niet bij. We zijn gebeld, we zijn gekomen en we trekken dit aan. De essentie is in elk geval gewoon dat we weten dat dak- en thuislozen, de panden, waarvan ze denken dat het verlaten is, gebruiken. Soms niet eens, want ik bedoel, we hebben alles wat achter was, het erf, hadden we afgezet met de prikkeldraad, zodat ze niet van de achterkant, want de voorkant hadden we security guards, maar aan de achterkant kwamen ze binnen en je wist niet wat ze aan het doen waren daar. Maar het maakt niet uit. Ze vinden een manier om binnen te komen. En wat ik begrepen heb is dat, dat de brand in pand 42, dus in het historisch pand, is gestart. En dat er wel een melding is gegeven aan de, naar de 115. Maar dat de brandweer problemen had, want de waterputten in de binnenstad zijn leeg. Volgens de brandweer is er net genoeg om te baden, of misschien zelfs niet eens. Dus ze moesten water uit de rivier halen. En die dompelpomp die ze gebruiken, zegt de brandweer, het is een fantastisch instrument. Maar het duurt even voordat het gewoon geïnstalleerd is en in werking is getraind. Dus ze moesten bewust zijn met wat ze hadden en dat was niet heel goed. En steeds verloren gegaan waarschijnlijk. Ja, maar ze hebben alles gedaan wat ze konden hoor. Ik sta hier al een paar uur en ik heb gezien dat ze gewoon hun uiterste best hebben gedaan. En kijk, deze twee panden zijn verloren. Maar kijk, als ze dit pand, dat stenen pand van McIntosh, niet hadden kunnen bewaren, dan was het niet te overzien geweest. Nee. Dan was het misschien maar als het lopend vuurtje. Ik kan zeggen dat de Rode Hand zich kranig heeft misdragen. Omstreeks 1:15 in de ochtend kregen we een melding van een woningbrand te Kampong Baru. De tweede melding was aan de Aquilaan, waar een woning gedeeltelijk is afgebrand. Het is een hoogbouwwoning. De brand is begonnen in de garage, waarbij ook de auto geheel is afgebrand. En nauwelijks kwamen de collega's binnen. Of ze kregen gelijk daarna melding van een brand aan de Herenstraat waar we nu staan. Om exact te zijn gaat het om twee panden die geheel zijn afgebrand. Pand nummer 42. En pand nummer 44. Die panden, daar was er een hotel gevestigd en een eethuis Brasa. Maar ze waren niet operationeel hoor. Pand nummer 40, die is gedeeltelijk afgebrand. En pand nummer 38, die heeft wat schuurschade opgelopen. Daar is het pand hier achter ons van Tantas Asuru. En ja, dat is het zo'n beetje, dat doe ik, ja. Maar is bekend waar de brand precies is ontstaan en welke van de panden? Ja, de brand is ontstaan bij het pand van Brasa. Op pand nummer 42 moet dat zijn, is de brand ontstaan. Welke informatie heeft u daaromtrent nog meer? Want we hebben met de security guard gesproken. Ja. En die zegt dat hij mensen zag wegrennen. En hij zegt ook dat er gisteren spullen zijn weggehaald uit het pand. Ja, ik heb ook met de security guard een gesprek gehad. En hij zei me dat er gisteren in de middaguren wel te verstaan hè, mensen een paar spullen hebben weggehaald in een ander pand. Een pand iets verder. Het moet van een mediahuis zijn. Oké, ik ben van pand 42 en pand 44. We hebben pand 42 opgeruimd. Er stonden oude computers, dus we dachten, we ruimen de boel op. En van 44 was ook geen hotel. Onder was er een kantoor van het Herenstraat Festival. En boven woonden de eigenaren. En die eigenaren die waren hier voor korte tijd. Ze wonen namelijk in Nederland. Ja. Dus als ze hier waren, dan woonden ze boven van 44. En van 42 zijn geen spullen weggehaald. We hebben gewoon opgeruimd. Ja. Het was een opslag waar we spullen achter vanwege festival en activiteiten. Ja. En we merkten dat er gewoon veel overlast was. Dus we hebben gezegd, we gaan het pand opruimen, ordenen. Wat goed is, weg. Wat niet goed is, wegdoen. En wat wel goed is, laten we staan. Dus we hebben 2 dagen het pand schoongemaakt. Oké, prima. Okay. Dus om de gemeenschap een beter beeld te geven, heb ik het zo aangegeven dat het vroeger een hotel daar was. En beneden een eethuis Brasa.
Ja? Mm. Maar natuurlijk werden de panden voor derde verhuurd weer. En ja, daar zit het niet op. Heer Pinas, ja. Jullie zijn van de brandweer. Nu moet ik begrijpen dus dat jullie vaker geconfronteerd worden met vooral branden van historische panden. Wat zegt dat u als brandweerman? Moet er niet structureel iets gaan gebeuren? Want we moeten begrijpen dat vooral die verlaten panden vaker door onverlaten worden bezet, junks en dergelijke die allerlei dingen daar doet. Want man vertelt je dat er zelf koper wordt brand in die panden met alle gevolgen van die. Ja, natuurlijk is het niet goed te keuren. Het gebeurt vaak dat historische panden die verlaten zijn, die worden dan door dak- en thuislozen zijn niet meer intrek daar. En het is natuurlijk jammer dat geweldige panden, historische panden, teniet gaan op deze manier. Er moet wat gebeuren natuurlijk op dit punt. Hoe waren de werkomstandigheden, meneer Pinas? Want ik heb begrepen dat jullie best wel wat problemen hadden met water. Er was niet genoeg water in de putten, heb ik begrepen. Mm-hmm. Waardoor jullie de dampenpomp moesten gebruiken, maar het duurt een tijdje voordat dat is opgestart. Ja. Kijk, de brandweerprocedure. We hebben geen waterprobleem gehad. Het moment de brandweer uitdrukt, het is de binnenstad, er wordt een groot alarm gegeven. Dan heb je een aantal posten dus die komen assisteren. En tegelijkertijd komt er een tankwagen aan met 22 kub water. 22.000 liter water en dat is genoeg om dus zo'n beginnende brand te kunnen blussen. Terwijl men bezig is te blussen, heb je dan een andere eenheid die een slang gaat formeren van open water, het zij de rivier, naar men op de dompelpomp, naar het brandadres. Maar waar de enige probleem dat we hebben aangetroffen is dat het pand onder spanning was en begrijpt, het was moeilijk voor de brandweer om zodoende te blussen. We hebben dan gelijk de IBS in kennis gesteld. De IBS die komt, maar het voertuig van de IBS heeft geen sirene, geen zwaailicht. Dus dat werkt vertragend voor de brandweer. De brand wacht niet. En het kan vaak ook voorkomen dat de brand zeg maar tijdens spitsuren gebeurt. Waarbij we niet verder kunnen blussen, want we hebben de IBS nodig om de stroom te voeren van ons af te sluiten. En dat werkt dan enorm vertragend. Waarbij de gemeenschap ziet dat de brandweer misschien ook leuk om toekijkt, maar we zijn dan machteloos op dat moment. Hoe zoek je sirene? Snap je niet? Ik heb het voertuig van de IBS. Ah, oké. Okay. Sirene, het zwaailicht. Okay. Waardoor, voordat de IBS ter plaatse komt, om de stroom te voeren van ons af te sluiten, daar hebben wij een enorme vertraging. Is het wederom een wake-up call voor ons als samenleving, ook voor de brandweer? Als we in oogenschouw moeten nemen dat er veel verlaten panden zijn in de binnenstad. Ja, sowieso is het een wake-up call. Ik denk dat men wat alvast moet doen met de dak- en thuislozen. Om ze ergens te evacueren. Ik zeg niet dat de oorzaak is van de brand. Mm-hmm. Dat moet nog onderzocht worden. Maar men moet wat doen met de dak- en thuislozen. Want het gebeurt vaker ook dat ze, behalve dat ze een intrek nemen, dat ze koper proberen te weg te halen van de woningen. En heel wat andere zaken. Maar valt er ook iets te zeggen over dus de eigenaren van die panden zelf? Want we hebben begrepen dat er ook wat boedelproblemen zijn, gebouwen die zo blijven staan. Hebben zij ook niet die verantwoordelijkheid om zelf ook iets te doen aan die panden die zo blijven staan? Ja, helemaal. Maar zoals je zegt, boedelproblemen, dan is dat heel moeilijk om op te lossen. Heel moeilijk boedelproblemen. Meneer Pinas, ik heb gemerkt dat de afstand tussen die gebouwen heel klein is. Ja. Maakt dat het gevaar niet groter in de binnenstad wanneer er een brand uitbreekt? Ja, logica. Het is, eigenlijk is het ongehoord dat de bouwgebouwen zo dicht op elkaar zijn. Het is ook een moeilijk werken voor de brandweer. Als er een brand mag uitbreken, dan heb je snel dat de brand zich kan overslaan naar een ander pand. Want Michi was vorig jaar 140 jaar oud. Ja. En precies daarnaast, die deze een paar meters afstand, zie je weer een nieuw gebouw verrijzen. Helemaal. Ik vraag me ook af hoe dat mogelijk is. Vooral hoe er net hier een verzekeringsmaatschappij is. En zulke zaken worden goedgekeurd. Wordt er ook om advies gevraagd van de brandweer bij het opzetten van zulke panden? Wat zegt u? Wordt er ook om advies gevraagd van de brandweer bij het opzetten van zulke panden in de binnenstad? Logica, de brandweer moet advies geven wat soort dingen, dit soort dagen betreft. Maar wat dat betreft, om daarop te sproken, wat doet de brandweer om bijvoorbeeld de wetgeving te veranderen waarbij dus verplicht wordt gesteld dat het sprinklersysteem in gebouwen wordt opgezet als onderdeel van
zo'n gebouw? Want dat kan een heleboel helpen, toch? Helemaal. Het sprinklersysteem is een heel goed systeem. Dat werkt ook in het buitenland. En het voorkomt calamiteiten natuurlijk. Ja, maar wordt het niet tijd om wetgeving daarop te gaan maken, zodat bedrijven en andere mensen... Sowieso, moet er wetgeving op dat punt komen. Waardoor er vele historische panden op die manier gespaard gebleven kunnen worden. U kreeg een kort verslag van de brand die vanmorgen in de ochtend heeft gewoed hier aan de Herenstraat. Waarbij 3 gebouwen totaal in vlammen zijn opgegaan. Een ander gebouw heeft water- en schroeischade opgelopen. Het was niet de enige brand, zoals u heeft gehoord dat de heer Pinas heeft verteld. Daarnaast was er ook nog een brand aan de Aidastraat. En er was ook nog elders een andere brand, zoals hij dat aangaf. We hebben het voor u vastgelegd allemaal. En dit was dan weer Gil Eik van Sonweb TV. Satish Ramratan achter de camera.